Welkom allemaal bij Werf en Live 2016. Ik vind het een enorme eer om wederom zo'n ontzettend mooi publiek vandaag te trakteren op een hele mooie dag van Werf en Live met ons thema Impact. Ik vond het een inspirerende dag. Plenaire sprekers, zeer aansprekend. De breakout sessies goed, veel interactie. Wat me het meest bij is gebleven is dat we minder gaan digitaliseren. Het wel gebruiken, maar dat het vooral de persoonlijke toegevoegde waarde is waar we naartoe gaan. En eigenlijk bij moeten blijven. Zorg dat je een lange termijn strategie hebt. Dat je goed weet wat je doelgroep is qua aantallen en qua profiel. En zorg dat je constant daarmee met een hele heldere strategie in de markt actief bent. Nou, ten eerste laat echt zien wat is de impact die medewerkers hebben. Betrek je medewerkers en begin vooral klein. Je moet vooral niet te moeilijk beginnen en je bouwt langzaam uit. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip is. Ik kom volgend jaar weer naar Werf en Live. Omdat het een event is waar vak, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie centraal staat. Waarin je toch of bevestiging of nieuwe inzichten krijgt. Dus volgend jaar van de partij. De reden waarom ik volgend jaar hier weer zou willen staan of er naartoe zou willen komen is omdat ik denk dat we met Lidl dit jaar echt een super gave campagne neer gaan zetten en dat we die volgend jaar in gaan zenden en eigenlijk zelf een award in ontvangst gaan nemen.